Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Koers Kijken met John. Ik ben de Bitcoin Consultant en dit filmpje is educatief in aard en geen financieel advies. En we gaan natuurlijk kijken naar Bitcoin, want er was een redelijk flinke daling, heel snel, heel hard. Wat kunnen we nu verwachten van de koers? En we gaan ook kijken naar een bullish grafiek die juist bearish zou kunnen zijn voor Bitcoin. Dus blijf kijken. En de Fear & Greed Index vandaag voor het laatst voorlopig, want dit kan natuurlijk een hele tijd blijven staan in extreme greed. En in 2017 bijvoorbeeld zagen we dat het daar weken, zo niet maanden stond voordat het eindelijk een keer naar beneden ging. Dus dat is geen goede indicator meer. Dus hier gaan we ervan afhalen. Maar we gaan eerst ook nog even een paar nieuwtjes doen. Dan gisteren dus, kudos naar Bitcoin Magazine, dat dan weer wel een mooi plaatje hebben ze uitgekozen. 190 miljoen aan futures zijn geliquideerd en wat we gisteren dus ook zagen was een long squeeze. En dat betekent dus dat te veel mensen wedden dat de markt omhoog zou moeten gaan met een leverage. En vervolgens gebeurt het tegenovergestelde en worden die geliquideerd, waardoor je een cascade krijgt van stoplosses en posities die worden geraakt en geliquideerd. En daardoor kan die prijs heel snel dus heel flink dalen. En dat is wat we gisteren dus hebben gezien. Dus dat doet pijn voor de meeste mensen en ik kan me voorstellen dat ze er een beetje zo uitzien. Maar goed, sommige trades win je, sommige trades verlies je en het is gewoon niet anders. Dan ander super groot en echt wel bullish nieuws is dat de US Treasury, OCC, die gaat het toelaten dat blockchains, publieke blockchains en de dollar stablecoins kunnen worden gebruikt als infrastructuur. Dus dat zijn alternatieven, die mogen worden gezien als alternatieven voor Swift, Fedwire en andere dingen. En dat zal dan natuurlijk wel gaan om de gereguleerde stablecoins zoals USDC, DAI stablecoin of USDT. Dat zullen niet de voorkeur hebben van de overheden natuurlijk, want die zijn niet gereguleerd en daar houden ze dus niet van. Maar dit is groot nieuws waar we het allemaal over hebben dat de Amerikaanse overheid en andere overheden Bitcoin en andere dingen willen gaan reguleren. In zekere zin doen ze dit ook hiermee, maar ze gaan het in ieder geval niet verbannen. Dus dat is goed nieuws wat dat betreft. Dan, wat zien we nog meer? We zien dus dat de kleinere jongens, die zijn winst aan het nemen, maar de whales niet. Dus die groeien alleen maar eigenlijk. Dus wat we zagen afgelopen uren, eigenlijk afgelopen dagen, is dat de nummer van adressen met 10 tot 1000 bitcoin, die zijn aan het dalen. Dat zie je in het rode vierkantje hier, of rechthoek. En het aantal bitcoin adressen met 1000 bitcoin of meer, die zijn juist aan het groeien. Dus we zien juist de whales, die zijn bitcoins aan het bijkopen. En dat geldt eigenlijk ook voor Ethereum. De whales, die zijn aan het groeien. En het aantal adressen met minder Ethereum, die is aan het dalen. Dus je moet de grote jongens volgen en ik heb het ook al op andere kanalen gezegd. Bitcoin zit in het begin van de bull market. Ga niet in paniek zitten verkopen. Geen financieel advies. Ik ben niet in paniek aan het verkopen in ieder geval. Dus hou het vast en kijk waar de koers naartoe gaat. Of nou de 100.000 is of de 500.000, wat de voorspellingen ook zijn. Het is geen tijd om je bitcoins te verkopen. Tenzij je een trader bent en een plan hebt en daardoor moet verkopen natuurlijk. Nou, hier had ik het hartstikke mis gisteren. Het leek op een breakaway gap, maar inmiddels hebben we dus ook de gap die is ontstaan over het weekend gevuld. Nou, dat foutje, dat gebeurt nou eenmaal. De vraag is, gaan we die gap hieronder ook meteen vullen tussen de 23.685 en 26.650? Op dit moment lijkt het erop dat dat nog niet het geval is, tenzij er een bepaald support wordt gebroken en daar gaan we zo direct naar kijken. Wil je ook leren traden? Doe dan in ieder geval de kennismakingscursus. Je vindt de link onder in de video en dan leer je in ieder geval wat traden is, hoe je candlesticks kunt lezen en hoe je TradingView bijvoorbeeld kunt gebruiken, het programma wat ik gebruik om de analyses te doen. En als je meer wilt leren over de traden, dan kun je natuurlijk ook de volledige handelscursus doen. Je leert de grafieken lezen en bekijken zoals ik dat doe. En als je die hebt gedaan, dan kom je ook in de premium Discord groep terecht, waarbij je meerdere updates krijgt over de dag heen. En ook gisteren, toen die dalingen was, maakte ik ook updates in de premium Discord groep om te kijken wat is er gaande, wat kunnen we verwachten. Dan Bitcoin op de dagelijkse grafiek. We zien dus dat er een enorme wick is ontstaan. Dus die dip, die werd wel gekocht. En normaal gesproken is dat ook erg bullish. Alleen deelde ik dus gisteravond ook in de Discord groep. Jongens, we zien hier eigenlijk, dat deelde ik niet, maar we zien hier een wick aan de bovenkant. Dat geeft aan dat er wat
winst wordt genomen. En we hebben de potentie dat deze candlestick gaat sluiten als een hanging man candlestick. En ondanks dat de wick aan de overkant, of aan de overkant, aan de onderkant bullish is en aangeeft dat de dip wordt gekocht, is de candlestick zelf wel bearish. En we zien dan ook dat we vandaag eigenlijk wat verder aan het dalen zijn. Overigens allemaal ziet het er in mijn ogen nog gezond uit. En verwacht ik eigenlijk nog steeds dat we richting de $40.000 kunnen gaan. En met een tussenstop misschien op die $37.000 tot $39.000. En dan de eerstvolgende target hier 41.000. Ja, 41.000. Dus deze groene rechthoek zie ik nog steeds als de volgende target voor Bitcoin. Mits we boven deze lijn kunnen blijven en het liefst ook boven de 12 IMA. En we zien dan ook de 12 IMA die loopt op dit moment samen met de Golden Pocket regio. Hier op die 29.000 ongeveer. En we zijn er wel met deze week ondergezakt, maar die dip is wel gekocht. Dus eigenlijk ook aan de hand van die Hanging Man verwacht ik dat we nog iets verder zouden kunnen gaan dalen richting die 12 IMA, zoals ik gisteren eigenlijk al zei. En dat is ook prima. Het is gewoon een daily high low en het houdt de dagelijkse uptrend eigenlijk gewoon intact. Dus daar is niks mis mee. Op een gegeven moment moet dat echt gaan klappen. De vraag is alleen wanneer. Dus we zouden nog rustig door kunnen gaan. En we zien ook de RSI, die is hier dankzij deze daling alweer aan het afkoelen, zoals ik gisteren eigenlijk al tekende. Dus dan kunnen we richting die 70 gaan, misschien net iets onderschieten zoals we hier doen, om vervolgens een high low te hebben gemaakt op de dagelijkse en gewoon vrolijk door te stomen richting de volgende targets. Nou, wanneer is het wat meer bearish? Twee dingen waar we naar kunnen kijken. Eén, deze opwaartse trendlijn, die wordt echt gebroken en afgewezen als, hoe noem je het? Ja, bearish afgewezen eigenlijk. Of als we de 25.831 verliezen als support, want dat is de laatste dagelijkse low. En wat ook bearish zou zijn is, als we hier nu wel gaan stijgen, maar vervolgens dus een lowe high maken op de dagelijkse. En dat zou dan de downtrend kunnen inluiden wat dat betreft. Maar vooralsnog moeten we dat nog even afwachten. En ben ik bullish voor 40.000, zolang we die supportpunten houden. En ook in eerste instantie die 12 IMA. Dan Bitcoin op de 4 grafiek. Ja, dus we zien hier een flinke daling, recht in de eerdere supportpunten. Dus dat, ik had daar zelf geen orde staan, maar dat was wel een mooie geweest natuurlijk. Dus we hadden gisteren die daling en het leek niet te willen stoppen, maar uiteindelijk dus op die toppen, eerdere supportpunten zijn we gestopt. En vlak daarna zei ik ook, we moeten in ieder geval boven deze groene rechthoek sluiten. Dat zou in ieder geval weer bullish kunnen zijn voor de koers. Nou, dat hebben we uiteindelijk ook gekregen. De koers is boven die groene rechthoek gesloten. Heeft daar dus ook support gevonden. En ook op de RSI zagen we dat we in die 50 regio terecht waren gekomen. En elke keer als we in die 50 regio terechtkomen in bullish momentum, dus als we in een uptrend zitten, zien we dat de koers daarna eigenlijk gewoon weer vrolijk omhoog bounced. Op dit moment ziet het er niet allemaal heel erg sterk uit. Tenminste, het kan nog alle kanten op gaan. Eigenlijk zitten we nog, wat mij betreft, in een 4-uur downtrend met een high, een low, lower high, lower low. Met eigenlijk een uitschieter, maar voor ons weer een lower high. En we maken nu eigenlijk ook weer een lower low. Dus wat we nu moeten doen, is eigenlijk nogmaals, nog steeds eigenlijk, die groene rechthoek support houden. Als we die support kunnen houden, zouden we terug kunnen gaan richting die 33.700. En wat we eigenlijk moeten doen voor bullish voortzetting naar die 40.000 is dit verbreken, support maken en dan richting die $40.000 gaan. Dus dat is de belangrijkste weerstand voor de bulls om te breken, de 33.700. En de bears die moeten dus deze groene rechthoek breken tussen de 30.600 en de 30.200 ongeveer. En dan kijken we weer terug naar die dagelijkse 12 IMA die ongeveer hier loopt rond de $29.000. En eigenlijk ook weer die supportpunten hier. En als we dit breken, dan kunnen we waarschijnlijk de grotere correctie verwachten richting de $26.000 en potentieel ook de $23.000. Maar vooralsnog, dagelijkse zit in de uptrend en de 4-uur downtrend is nodig om die dagelijkse higher low te maken. En we weten ook dat we de dagelijkse higher low hebben, dus we hebben een dagelijkse uptrend. En daarbinnen moet er een 4-uur downtrend zijn om deze high low te vormen. En zodra er dus weer een 4-uur uptrend is, weten we ook dat we de dagelijkse high low hebben gemaakt en door kunnen gaan naar boven. Dus wat we eigenlijk willen zien is zoiets, hè, een 4-uur uptrend om door te gaan. Dus even kijken, dat voor Bitcoin op de 4 grafiek, support in de groene rechthoek, weerstand op die 33.700 tot 33.800 ongeveer. Dat moet er worden gebroken. En we hadden er gisteren ook al een trade uitgehaald.
Die is nu eigenlijk alleen mislukt. Dat is jammer. Zoals ik net ook al zei, niet alle trades lukken wat dat betreft. En dus we waren naar beneden gegaan en daarna kregen we een bounce omhoog, net boven de Golden Pocket regio. En toen zei ik, ja, een mooi instapmoment is hier en hier, boven die groene box. En daarna is de koers eigenlijk verder gaan bouncen. En voor onze trade is hij naar boven uitgebroken, deze downtrend lijn. Maar het momentum van de bulls was niet, bleef niet. En we kregen daarna een daling richting de downtrend lijn hier. En we hadden gisteravond de stoploss verhoogd. Nee, dus die stond volgens mij ergens hier. Dus die is nu helaas geraakt, ja. Ik zag die hanging man op de dagelijkse en ik wilde er niet te veel aan verliezen. Dus toen heb ik hem eigenlijk eerder verhoogd dan dat ik normaal zou gaan doen. En dat is ook een goed moment om even te reflecteren. Waarom deed ik dat? En nou, dan kun je dat de volgende keer weer voorkomen. Niet alle trades kun je winnen natuurlijk. Goed, en wat is dan die grafiek die er bullish uitziet, maar bearish is voor de Bitcoin? Ik zei het eerdaags al, ik weet even niet meer in welke update. We zien potentiële bullish divergentie op de dollar grafiek. En wat we nu ook zien is dat er potentieel een falling wedge kan ontwikkelen. Als deze naar boven uitbreekt, zou het goed kunnen dat de Bitcoin eigenlijk wat meer zal teruggeven. Want we zien dus dat eigenlijk de dollar vooral aan het dalen is geweest en de Bitcoin juist omhoog aan het gaan is. Dus daar zit zeker correlatie in. Als deze falling wedge naar boven uitbreekt, dan verwacht ik ook dat Bitcoin wellicht die grotere correctie zal kunnen krijgen. Goed, dat was het voor deze video in ieder geval. Morgen weer een video. Ik kan helaas vanwege tijdgebrek en de drukte niet op alle comments meer reageren. Maar ik vind het heel fijn dat jullie die blijven geven. En dat ook zeker nodig voor het YouTube-algoritme. Als er vragen zijn, zal ik ze zeker beantwoorden. Maar ik kan ze niet meer allemaal apart beantwoorden helaas. Maar ik vind het wel super tof, jullie support altijd. Dus blijf die video liken, geef die comments onderin. En ik zou zeggen, ja, happy trading en tot morgen weer.